Want precies over een week, dan ben ik... Een hele goede middag alweer, beste mensen. Super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Ja, na bijna 2 weken geen vlog geplaatst. Heeft dat een speciale reden? Eigenlijk niet. Ik kan wel iets verzinnen of wat dan ook te bedenken. Zo van, ja, het komt door mijn werk, komt door dit. Maar nee, het kon gewoon niet. Ik kon gewoon echt niks bedenken voor in een video. Ja, ik zie dat ik weinig licht hier heb. Ik doe even... Ja, dus even iets beter. Nee, ik ga me zo klaarmaken. Als we het dan toch over mijn werk hebben. Voor mijn werk. Want ik moet werken van 4:30 tot 7. Uiteindelijk ga ik over een minuut of... Nou, tussen de 4:30 en de 50 minuten ga ik weg. Rond 2:30 ga ik dus ongeveer weg. En ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Want precies over een week dan ben ik op vakantie. Ja, ook op vakantie, met vakantie. Hoe je dat een beetje kunt zeggen. Maar dan ga ik naar Turkije toe. En dan neem ik jullie uiteraard mee. Ik ga echt elke dag vloggen. Kost me wel wat voor internet. Maar hey, maakt me geen enkele zak uit. Ik wil gewoon weer gewoon... Kijk, en dat is dus het voordeel eraan. Ik merk altijd dat mijn vakantievlogs heel goed worden bekeken. Dus dat is uiteraard een voordeel eraan. Maar nee, ik ben ook weer terug van het weekend bij mijn tante. Ik heb daar Pasen gevierd. Ik hoop dat jullie ook een leuke Pasen hebben gehad. Voor mij is het nu 2e Paasdag. Ik ga zo lekker douchen hier in deze prachtige badkamer. Nou ja, ligt er ook net aan wat je echt prachtig zult noemen. Maar nee, ik ga dus even me klaarmaken. Ook al zou je zeggen, Emilio, maar je hebt je toch klaargemaakt? Niet helemaal. Ik moet nog even snel douchen. Mijn baard gaat er vanavond... Ach, maar die heb ik al 2-3 weken lang niet geschoren. En ja, geniet gewoon eventjes, geniet van deze vlog. Ik ben helemaal klaar met alles, ja, behalve mijn haar, maar die doe ik dan eventjes op het werk. Dan ga ik het dienst draaien. Ja, ik zit er wat vermoeid uit. Ik weet niet, als je dan eenmaal weer zit op de bank en dan weer tv kijkt, ik weet niet, dan heb je gewoon direct zo van, ik wil eigenlijk het liefst gewoon lekker opzitten. Maar nee, ik ga nu naar het werk toe, ik heb de spullen al ingepakt en dan zie ik jullie vanavond weer of ik ga iets tussendoor nog filmen. Maar dat zien jullie dan wel. Yes, beste mensen. Ik ben nu klaar met werken. Ja, je ziet het een beetje goed aan mij. Ik ben gewoon nog steeds een beetje moe. Beetje verkouder. Maar we gaan er gewoon voor. Ja, we gaan van deze week. Ondanks als ik me een keer niet fit ga voelen. Want aan de ene kant voel ik me niet fit. Maar aan de andere kant wil ik ook wel gewoon doorgaan. Dus ik ga gewoon lekker door. Ik ga trouwens nu naar de supermarkt toe. Ik geef je even de tijd om na te denken van wat voor supermarkt of welke. Het heeft met deze kleur te maken. Ja, de Albert Heijn. Want hier is nog de laatste acties nog van de afgelopen week. Dan ga ik nog even brood halen, watkornbrood. Dan ga ik nog even kijken wat ik nog meer eventueel kan halen die langer houdbaar is. Want ik heb heel veel producten nog in huis die nog kort houdbaar zijn. Die wil ik eerst opmaken en dan weer verder gaan naar de producten die wat... langer houdbaar zijn. Yes, ik ben weer thuis en dan gaan jullie uiteraard weer zeggen, oh, Emilio die zegt altijd in zijn vlog, ja, ik ga nu naar het werk toe, ja, ik ben op het werk, ja, ik ben weer terug op van het werk in mijn huis. En dat klopt ook gewoon. Ja, voor vandaag klopt dat inderdaad gewoon. Maar nee, gelukkig was de Albert Heijn in, hier in Kampen wel gewoon open, want in Zwolle was hij dicht. Ik ben daar wel een klein beetje geïrriteerd door geweest. Voor vandaag, want ik was al een beetje moe vandaag. Maar dat kwam ook omdat ik een beetje op tijd wakker was. Een hele mikmak. En nee, op de website stond, of in ieder geval op Google, stond dat de Albert Heijn bij het Katwaterplein open was tot 10 uur. Bleek tot 8 uur te zijn. En in Kampen hier ook tot 10 uur. En gelukkig ook tot 10 uur geopend. Ik heb dan nog even 2 pakken taxi gehaald. Ik heb er ook even 2 hele broden gehaald. Ik doe ze alle 2 in de vriezer. Dan kan ik elke keer gewoon een stukje eruit halen en dan blijft het alsnog gewoon lekker goed. En ik heb nog wat versnaperingen gehaald. En voor de rest was het eigenlijk voor deze dag en voor deze week qua boodschappen wel. Want ja, ik ga dus volgende week dinsdagnacht, dus op de nacht van maandag naar dinsdag, ga ik dus op vakantie naar Turkije. En ik heb hier alvast een klein beetje de spulletjes al ingepakt zoals jullie kunnen zien. En ja, het wordt echt fantastisch leuk. Ik neem jullie ook mee in alle opzichten. En als jullie ideeën hebben wat ik moet doen daar in Turkije,
Laat het alsjeblieft weten hier in de reacties. Want wie weet, ga ik dat doen of laat het weten via Instagram, via Snapchat, hoe dan ook, of via WhatsApp als je mijn nummer hebt. Dus laat het graag weten, want ik doe het graag voor jullie. Ik ga eventjes zo, flinke stemoverslag, maar ik ga eventjes lekker YouTube kijken. Miljoenenjacht, ja, ik had dat vanmiddag ook gekeken. Ik zat echt in spanning. Iemand had dus, elke keer een beetje twijfels over, oké, ga ik wel of niet door. Hij had, volgens mij had hij 60.000, toen 120.000, elke keer meer. En toen was het zo dat hij op een gegeven moment 500.000 kreeg. Vanuit de bot vanuit de bank. Nou, toen dacht hij van, weet je, ik ga gewoon nu op die knop rammen. Want ja, als je nou een 500.000 krijgt en je zou 2,5 miljoen krijgen. Nou, dan is je 500.000 toch nog gewoon mooi meegenomen. Heb je liever gewoon die 500.000 dan dat je misschien die kans op die 2,5 miljoen krijgt. Ja, is zo klein, dus kun je dat gewoon beter liever doen. Maar dan ga ik dus dat even kijken. En dan ga ik lekker gewoon even genieten van deze avond. Zo beste mensen, ik ga de vlog hierbij afsluiten. En jullie denken zo van, waar is Emilio nou weer? Ja, ik ben hier. Maar ik heb mij geschoren. En dat is goed te zien. Mijn baard is eraf, zoals jullie kunnen zien. Mijn snor die is weg. Alles is weg. Ja, het is heel erg apart. Heel erg onwennig ook. En excuses dat jullie mij niet zo heel goed kunnen zien elke keer. Nou, nu weer wel. Maar als ik dan weer zo loop, is het dan weer wat minder. Dus eigenlijk moet ik weer zo gaan lopen. Want dan zie ik mezelf weer een stuk beter. Maar nee, ik had zo van, oké, ik wil gewoon nu even tijd focussen om gewoon goed voor mezelf te zorgen. Door mijn baard eraf te halen, door wasjes te gaan draaien, door een beetje mijn huis op te gaan ruimen. Dus dat heb ik ook allemaal gedaan. Ik heb ook mijn laatste wasje er nu ongeveer in zitten, zoals jullie een beetje kunnen horen. En ik heb hier ook alvast het eerste wasje alvast opgehangen. Ja, het staat niet, dat weet ik. Hè? Iets kleding over een deur heen. Maar wat mij betreft gaat het ook dan ook een stukje sneller droog. Maar in ieder geval wil ik graag deze vlog ook afsluiten. Maar ook jou heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Het is wel een beetje laat nu. Het is zelfs later dan dat ik normaal gesproken echt slaap. Maar dan heb ik hier echt alles ook gewoon echt opgeruimd. Zo goed als, behalve het aanrecht gedeelte. Maar dat komt later deze dagen. Maar nee, het is nu echt gewoon dat ik zo deze vlog ga editen en ga renderen. En dan direct ga slapen. Of ik ga eerst slapen, maar dan moet ik zo eventjes goed naar kijken. Maar dan wil ik jou nogmaals heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond ik het een tof video. Dikke duim zitten en je merk laten abonneren hier beneden. En hoop ik zie ik jou uiteraard morgen gewoon terug bij een nieuwe vlog om 4:30 in de middag. En dan zeg ik zoals altijd, na... Dus!